Hallo familie, ik ben Rutger. En ik ben Thomas. En wat furbus dat je naar deze hele speciale, gekke, rare, nieuwe video kijkt. Vandaag ben ik eindelijk herenigd met mijn lieve vriendje Thomas. Sinds de vorige video hebben we elkaar niet meer gezien. Dus... ja, inderdaad, we zijn er eindelijk. Nee. Oh. Rutmas is terug. We beginnen kussend. En we gaan vandaag echt een hele bizarre challenge doen. Ik zie er zo enorm tegenop. Het was jouw idee. Het is namelijk de niet lachen challenge. Die ken je misschien wel, maar dan echt een extreme variant daarop. Het is heel ingewikkeld, dus let heel goed op de uitleg van Rut. Ja. Zometeen neemt één van ons twee iets te drinken in de mond. Dus dat betekent hij of ik. Maar de ander ziet niet wat de ander in zijn mond heeft. En vervolgens zet degene die niks in zijn mond heeft een grappig YouTube filmpje aan. Of althans, waarvan we denken dat de ander daarom gaat lachen. En ik weet zeker dat je hierom gaat lachen. Ik ben heel benieuwd. Mm-hmm. Als degene met drinken in zijn mond dus om het filmpje moet lachen, dan is de kans dat je de ander het over zich heen krijgt vrij groot. En heb je geen punt verdiend. Maar vervolgens kan degene die dat allemaal over zich heen heeft gekregen wel een punt scoren door te proeven wat de ander in zijn mond had. Dit is, dat is echt heel goor. Ja, I know, maar het is wel een goed bedacht spel. Ja, ik vind het echt geweldig. Laten we gewoon beginnen. Je snapt zo meteen vanzelf hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hoe eerder we beginnen, hoe eerder we er vanaf zijn. Dus laten we dat ook beginnen. Kom, we gaan beginnen. Als je nou staat, zeg ik. Oh, dat is heel erg. Dat zien jullie niet, maar we hebben alvast voorzorgmaatregelen getroffen. Jij vooral. Nou, je hebt... Oh, je hebt wel een broek aan. Ja. Ik wilde niet dat mijn broek vies zou worden. Zal ik even mijn broek uit gaan doen? We nemen deze video soort van naakt op eigenlijk, bedenk ik me nu. Maar ja, dat zien jullie niet. Ik ga mijn broek uit te doen, maar je moeder staat achter het raam. Dan sta ik in mijn onderbroek voor het raam. Ja, als mijn moeder dat achter het raam staat, moet je oppassen. Nou, dat klinkt heel raar. Ik wil was net open. Oh, sorry. Auw! Oh, mijn vel zat tussen de been. Heb jij vel zat tussen de been. Vel zat tussen... Jawel, dat klopte wel. Ik ga als eerste een filmpje aanzetten. Dus jij moet drinken in je mond doen. Oh. En ik mag niet zien wat het is. Oké, dus je draait je even om. Dan kan ik even ik doe mijn oog gewoon dicht. Ik wil gewoon simpel beginnen. Deze wordt het. Mijn mond gaat nu vol, hè? Ja. Echt vol? Ja, gewoon zoveel mogelijk. Oh nee, wacht. Ik moet eigenlijk, als we zo zitten, moet ik natuurlijk... Niet doen. Ik moet natuurlijk iets in mijn mond doen. Want nu zit daar staat die camera. Mijn onderbroek. Lekker voorbereid weer. Voorbereid. Ik ga iets uitzoeken. Ik ging hiermee. Waarom kijk je? Oh, ik zag het! Ja, dit slaat nergens op. Dan kom ik weer in mijn onderbroek. Oeh. Het zijn hints, hè? Die geluiden. Ja. Ben je klaar voor? Mm-mm. Je hebt het nu al moeilijk. Oh, grappig. Mm-hmm. 3, 2, 1. Hallo, dit is Godver. Is je oké? Is je goed? Nou, niet zo snel. Ik loos zel. Eeuw, dit is een soort slijm. Kijk eens in de camera. Er zit hier een soort slijmding. Eeuw, maar wat is het? Energy. Multivitamine. Nou, je zei het al wel iets wat een beetje goed was. Energy drank. Heel mijn tanden zijn stroef. Oh, het ruikt naar kot. Hey, echt. Nou, dat komt misschien door mijn adem. Nou, ik reken het goed. Een soort energy. Het was... Nou... Wikisport. Dus ja, dat is wel een soort... Ja, dat had ik nooit geraden, Wikisport. Dat had ik echt nooit geraden. Ja, dat was heel moeilijk. Jij hebt dus één punt, want je hebt geraden wat er in mijn mond zat. Dus ik heb... Oh, dan heb ik een punt. Jij hebt één punt. Eén punt. Yes. Daar gaan we. En als je dus niet uitspuugt, heb jij een punt, hè? Dus probeer het niet uit te spugen. Time out. Maar we zijn nog niet eens begonnen. Ik moet hem nog aanzetten. Niet doen. Godverdammet! Niet grappig. Nou. Nee, dit is heel leuk. Dit lied luister ik altijd op te vrolijk. Ik word er vrolijk van. Ik kan er niet van lachen. Jammer. Jij hebt dus een ik punt. Ik heb twee punten. Hoe kan dit? Ik heb twee punten al.
Dit is echt niet gezond. Ik ruik volgens mij wel wat. Kan dat? Ik ben echt een beetje bang voor het gezicht helemaal. Oké, 3, 2, 1. Hoi, welkom bij een nieuwe Fan Friday video. En jullie weten wat dat betekent. Het is vandaag vrijdag! Wat is dat? Dat is heel vies. Godver! Dit ligt echt al jaren in de koelkast. Maar ja, het zit op mij. Ik moet niet per se om het filmpje lachen. Ik moet gewoon al om jou lachen als je me aankijkt. Het ging om de imitatie nu. Ik moet gewoon zo grappig mogelijk imiteren, dacht ik. Wat siroop volgens mij. Het was 0% suiker bosvruchten. Yes, dat betekent, limonadesiroop. Dat betekent 3 punten voor mij. Blijf van me af met je vieze handen. Nee, gaffer. Ja, ik ben helemaal vies. Ik heb wel 3 punten, maar ik ben de meest vieze. Maar ja, je wint wel een keer iets in je leven. Oké, we gaan door je, met de volgende ronde. Ik neem deze maar alleen op. Nou, ja, maar dat is lastig. Ja. Voor de spiegel. Jongens, dit is de volgende. Het was een siroopboer. Ik zet hem aan. Komt ie. Volgens mij, crystal clear. Ja, dat is goed. Was ik misschien wel een beetje heel erg. Dit drink te vaak. Maar dat betekent wel dat je 1 punt hebt. Dus dat is 3-1. Je doet een high five, zal ik voorstaan. Ik weet niet nou. Oh, je staat in je onderbroek. Ja, ik monteer deze video, dus ik doe er gewoon een emoji voor. Bij jou niet. Nou. Maar serieus, over Ivan gesproken, ik wil nog echt een keer een liedje opnemen met Ivan. Oh ja, Love's ja. Even Door moeten we samen opnemen. Samen. Dus Ivan, als je dit ziet... Heerlijk lijkt me dit. Mm-hmm. Ben ik klaar voor? Mm-hmm. Wat? Ik sta hier niet. Pijn? Bedoel pijn? En dan ga je op mij spugen als het fout gaat. Oké. Okay. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Jullie vroegen vorige keer aan mij van Peter, laat je dansmove zien. Dus ik heb nagedacht en ik heb een dansmove van 2 kanten. Die gaan jullie gewoon nooit meer vergeten. Die gaan jullie op elke party erin gooien. Dat gaat zo gezellig worden. Hartstikke leuk, Instagram, Twitter, hashtag. Oh, wat is dat? Er hangt weer een slijmding aan. Peter. Ik moest lachen bij Instagram. Peter is echt geweldig. Ja, dit was echt heel leuk. Maar dit is niet zo leuk. Het is echt gewoon heel vies. Ik heb weer geen punt trouwens. Misschien is dat van sap. Fout. Echt niet. Mango. Ja, maar ik eet nooit mango, dus ik eet niet een mango kopen. Nou, zo dus. Dit is nog steeds 3-1, ik zit nog steeds voor. Dat wel, maar tijd voor de volgende ronde. Ik ga weer punt scoren nu. Ja, gaan we. Oh, jongens, dit wordt hem. Waarom zit je tegen me aan? Daar komt ie. Ja, nee. Ga op de deur zelf. Oh, het zit helemaal op de deur. Ik moest zo heel hard lachen. Is het yoghurt? Ja. Gadverdamme. Maar ik heb wel een punt. Ja, het is 3-2. Nee. Nee, dat ga je niet doen. De laatste ronde. Ik heb echt het lekkerste voor het laatst bewaard. Heel lekker. Was dat een scheet? Oh my god, was dat een scheet? Het kwam door mijn neus! Het deed zo pijn, dat vond ik een scheet! Je liet echt een scheet? Ja. Nee, echt niet! Liet je echt een scheet? Ongeluk! Oh nee! Gaffe! Het kwam echt zo uit mijn dat neus! Dat ruik ik dus! Nou... 3, 2, 1... Ik weet niet of jullie dat verstaan hebben. Maar, hallo familie. Hij zei dat dit een nieuwe video is. Ik zei een schreef trouwens net. Eeuw!
is het, denk je? Ja, augurksap, volgens mij. Ja, Thomas vindt augurk echt het vieste wat er is. Ik heb echt een hekel aan augurken. Daarom deed ik het. Nee, dat deed ik niet, omdat ik het zelf wel lekker vind. Jawel, dat deed expres. Ik vind het zelf wel lekker. Het is heel vies. 4 punten. En jij hebt 2 punten. 2. Oh, de vliegen komen op me af nu. Zag je het? Weet je ook eens hoe dat is. Het zat op mijn neus. Nou. Het allerlaatste drankje, jongens. Schiet maar op, want ik wil de douche in. Hallo allemaal, het is mijn arm ook. Zoals jullie zagen was ik de afgelopen tijd heel vrolijk en jullie zagen hele leuke video's. En het was gewoon omdat ik me bezig hield met wat anders. Want er is namelijk een meisje en ik ben verliefd op haar al een tijdje. Of nou, verliefd. Ik heb gewoon gevoelens voor haar, weet je. Wat is dit? Een prik! Wat is dit? Echt heel erg! Monster Energy? Ja, ik ken het goed. Het is Power Booster Energy van de Kruidvat. Oh. Ik zie alleen niks meer. Oh. Nee, dat prikt natuurlijk. Dat heb ik niet van nagedacht. Oh! Eww! Kruid, kom hier. Ik geef je een knuffel. We zijn even vies, dus maak nou niet meer. Ah. Oh my god, dit is echt het goorste ooit. Ja, daarom zag ik er zo tegenop. Dit had ik verwacht. Als jullie met veel plezier naar deze video hebben gekeken, laat het ons dan weten door een duimpje omhoog te doen. En als we dit nou... Het spannende eraf hoe je dat deed. Heel goor. En als we dit nou nog ooit een keertje moeten doen, laat in de reacties weten wat we dan in onze mond moeten doen. Ja, ja, inderdaad. Dan kunnen jullie kiezen wat we in ons mond doen. Heel goor. Heel goor. Ik kijk echt zo uit naar een douche. Ik ook, dus dat gaan we heel snel doen. We hebben trouwens nog een video gemaakt op mijn kanaal. En die is afgelopen zondag online gekomen. Dit heet Raad de YouTuber... Een extreme editie. We zijn gewoon heel extreem vandaag. Het was een hele hete video. Check die video zeker eventjes op het kanaal van Thomas. Dan kan je gewoon hierboven klikken of in de beschrijving. En dan bedank ik je heel erg voor het kijken. Ja. En zie ik je heel en gaan wij doen graag zo. Volgende week first en weer om 1:30 middags. Maar tot die tijd. Stay furbulous. Yes. Doei. Stay murbulous is het nu weer. Hoe erg ik stink. Oh, augurk weer in mijn mond. Oh, dat is echt doei.